Welkom bij Marijs, vandaag wij weer Santa Rampage spelen. Wat we nu moeten doen is de kerstboomkamer schoonmaken. En die kamer en daarna die kamer. En dat was het. Want ik heb wel deze kamer schoongemaakt. Ik weet niet of je dat ook kan oppakken, zover ik weet niet. Dus ja. Yeah. Dus wat we nu moeten doen is, we pakken een nieuwe emmer. Oké. Het is vies. Alweer. Dat was te voorspellen. Dus. Oeh, dat is zo smerig. Hebben we nu wel iets? Oké, volgens mij spelen ze een grote troll op mij. Oké, eindelijk. Zo, dan pakken we onze emmer. Brengen we die daar naartoe. We beginnen helemaal hier. Want er loopt niet helemaal de kamer in één keer in, want anders is het een hele bende. En wie zou nou in de bende willen zitten? Zo, oh, dat was het. Dat was de vraag. Oké, okay, we moeten dit opruimen. Nee, en dat daar naartoe. Oh, we pakken dit. En heel af en toe heb je eten. Dat is zwaar irritant. Heel soms heb je ook TNT. En je kan TNT ook uitzetten door TNT in het emmertje te doen. Met water. Zo kan je de TNT doven en dat is perfect. Maar ik vind het wel jammer dat je dan heel snel elke keer je emmer moet vullen weer. Maar ja, dat kan gebeuren. In het echte leven kan je ook niet oneindig schoonmaken en dan ja. Wauw. Oeh, nog één keer. Tjoep. Oh, even kijken. Volgens mij is deze kamer nu alweer schoon. Nice. Ja, kamertje schoon. Dus wat we nou doen is, we pakken dit. Gooi dat daarin. Oké, ze vinden het gewoon leuk om dit te doen. Maar dat willen we nu. We willen water. Mooi, dankjewel. Zo, is schoon. En nu gaan we een van de grote vlekken doen. En dat is hier. Oh, een kerstbal. Die moeten we opruimen. Die moeten we ook even opruimen. Want ja. Zo. Doe we de vlekken hier omheen schoonmaken. Dat is weer. Dit is echt zo smerig. Ja, gelukkig kan je dit makkelijk en snel schoonmaken. Oké, dus dat is al smerig. Dat wist ik niet. Had ik ook. Ja, ik had het al boven gedaan. Dus dan is het alleen nog die plek. Ik vind wel één ding jammer en dat is dat je dan niet de schilderijen netjes terug kan hangen. Wanneer gaat hij? Voor mij is het een glitch. Wacht, ik heb idee. Als een glitch. Oh, het wou elke keer aan, uit, aan, uit, aan, uit gaan, omdat hij in water zat. Wauw, dan hadden we echt dikke geluk gehad, anders waren we dood geweest. En dat wouden we niet. Dus ja. Oké. Maar we moeten uiteindelijk wel de TNT in vuur gooien.
Ik weet niet of dat ook rotzooi dan maakt, echt zo. Maar ja, je weet me nooit. Even wat bloedspetters opruimen. Sjoe. Wow, hier ligt geen bloed. Dat is nice. En dan hebben we het bijna alweer gedaan. Oké. Daar zien we dus nou. Dit zal hier mijn kastens. Oké, we doen het. Oké, de netmite. Het zou moeten ontploffen. Maar dat doet het niet. Dat vind ik raar. Nou, misschien hebben wij gewoon heel toevallig geluk. En dat is toch ook een keer mooi dat je geluk hebt. Vooral met Kerstmis. Dus ja. Oké, de muur is eindelijk ook schoon. Oeh, nee, de muur is toch niet schoon. En dan... Oké. Ja, hij is schoon, eindelijk. Nice. Hebben we geen lijken op het dak hangen? Nee. Alleen een beetje bloed hier. En... Ja, dat was het wel, weer. Alleen ja, de bloed zit hier, maar... De bloedgedeelte doen we voor de volgende keer. Dus, ja. Oh, 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 oh. Zo. Oké, dat was het dus. Dat ging makkelijk. Er was nog één bloedvlek en het zit daarboven. Dus die maken we schoon. Oh. Zo. Hebben we hier nog geen bloedvlekjes of zo? Wat dan ook? Nee. Oké, is nou alleen een controle. Nee, de machine is niet vies eigenlijk. Dus dat hoeft niet schoon. Ja. Ik denk dat we klaar zijn. En dan doen we dit voor de volgende aflevering. Dan check ik jullie later.